Simon Paulsen, welkom terug. Hoe is het, zo'n weekje weer in Alkmaar? Ja, het is fantastisch. Voelt thuis dit. Dus ik ben heel blij. Nou, je had toch een huis hier, hè? Ja, precies. Dus ik ben gewoon naar huis gekomen. Ja. Je bent bij Sampdoria geweest. Hoe zou je die periode willen omschrijven? Ja, maar het is gewoon dramatisch eigenlijk. Ik kwam daar naartoe om te voetballen en na 3 maanden werd de trainer en de technische directeur die mij had gehad, werd ontslagen. Ze hadden aangegeven dat ze aanvallend voetbal wil spelen. En als ze na 3 maanden ontslagen werd, dan komt een nieuwe trainer en hij wilde zeg maar de typische Italiaanse voetbal met verdedigen en geen opkomende backs. En dan zat er niet meer mee. Ja, dan zat je daar niet goed. Dan is dat niet fijn, denk ik. Nee, voor mij niet. Ik denk dat iedereen weet dat mijn kracht ligt in die aanval. En, als je dat niet mag, dan kon ze beter een ander opstellen. 1 wedstrijdje gespeeld dit seizoen? Een beker? Ja, 1 bekertje. En dat was hem. En nu? Want hoe is dat dan gegaan? Je hebt je contract afgekocht. Hoe is dat contact gegaan richting AZ nu? Nog een keer? Hoe is dat contact nu gegaan richting AZ? Heb jij gebeld? Kan ik terugkomen? Nee, zo is het niet gewoon. Ze hebben gewoon zeg maar interesse. Ik had gehoord van iemand toen dat ze interesse had. En toen heb ik met hun gesproken. En, zo is het eigenlijk erg gekomen. Ja, want als je kijkt naar de linksbacks bij AZ, daar hebben ze best wel veel van. Viergever, Gorter, Haps, daar kom jij nu bij. Wat zijn de plannen? Of zit er nog iets op het middenveld in? Nee, ik denk dat ik hier ben gehaald voor de linksback positie. Daar ga je tenminste vooruit. Nou, nu gaan we zien wat ik ook tegen andere journalisten heb gezegd. Ik moet nu weer vechten voor mijn plek. En in eerste instantie moet ik eerst weer fit worden en dan gaan we het zien. Ja, want je traint natuurlijk vol mee, maar wanneer ben je wedstrijd fit? Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat dat kan snel gebeuren, dat kan misschien iets tijd duren. Dat gaan we het zien. Ik moet er rust op opbouwen. Na 1,5 jaar zonder voetbal, maar alleen maar 8 wedstrijden, dan moet je rustig opbouwen. Anders krijg je weer die blessures als je ineens gewoon vol eraan gaat. Ja. Fans zijn blij, hè? Ja, en ik ook. Dus dat is gewoon goed. Maar ik had een goede band met de fans. En dat wil ik weer. En dat hoop ik weer dat ik hun kan winnen. Ja, en wanneer kunnen die fans jou zien? Toch een inschatting. Kijk, PSV komt natuurlijk morgen. Dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, denk ik ook niet. Of toch wel? Nee, ik denk van niet. En dan? Week erop? Misschien. We gaan eens zien. Ik moet natuurlijk eerst zorgen voor dat ik goed train. En dat ik weer fit word. En dan kiest de trainer voor die speler die hij vindt. Zo spelen. Ja. Even toen jij hier wegging en ten opzichte van nu, hoe heeft AZ zich ontwikkeld? Want die periode dat jij daar hier was, daar was AZ misschien wel op zijn sterkste. Misschien ietsje minder nu? Nee, want ik vind eigenlijk een hele goede team. Het is een jongere ploeg, dus er zit iets minder ervaring, maar er zit heel veel talent. Dus het is 2 verschillende teams natuurlijk. Mag er niet vergelijken? Nee, je kan er niet vergelijken. Voordat ik wegging hadden we een ploeg van spelers die meer dan 100 wedstrijden gespeeld en in leeftijd tussen 24 en 28 in de basis. Dus dat kan je niet nu vergelijken. Heel veel succes hier. Dankjewel.